wordt vaak gezegd dat niet iedereen van kunst kan genieten, maar ik kan u zeggen, dat maakt niet uit of dat je nu één been hebt, of dat je groen uitziet, of dat je er dik uitziet, dun uitziet, of dat je een bril draagt, of dat je... Whatever, dat maakt niet uit. Iedereen kan van kunst genieten. Ja, kom aan! Voilà, passen! En daarnet in de basket, hè, jullie gingen zo met jullie rolstoelen zo super snel. Ik was daar een beetje jaloers op eigenlijk. Ik haat om in een rolstoel te zitten. Ja? Ik wil stappen. Ja. Ik wil stappen. Ik wil niet meer op een rolstoel zitten. Ik wil op een normale stoel zitten, want ik ben geen kleine baby meer. Als ik Netflix kijk, ben ik normaal. Als ik YouTube kijk, ben ik normaal. Voelde jij je normaal als je zingt? Zingen is toch leuk? Dan voel ik me akkoord. Awkward, waarom? Ik wil niet in publiek gaan zingen tussen alle andere mensen. Waarom? Sommige vrienden van mij zeggen dat ik slecht kan zingen. Nou, ik vind muziek heel leuk. Hè? Weet je waar ik het liefst zing? Ik? Raad eens. Waar ik het leukste vind om te zingen? Ja, ik weet het niet echt, maar... In de badkamer. Dan kan niemand mij horen en dan ga ik hier uit. Of in de auto, als ik aan het rijden ben. Oh, verschoot. Echt, hè? Dat is gewoon de bel. Ja, maar dat is lang geleden, hè? Mm. En wat zing je dan bijvoorbeeld? Wat is een lied dat je leuk vindt om te zingen? K3. Oké, okay, ja. Kom, we gaan samen K3 zingen. Nee. Jawel! Nee. Welk nummer? 10.000 luchtballonnen kleuren, de hemel blauw. Gaat dat zo? Nee, maar die liedjes is wel eigenlijk... Ja, maar helpen, hè, Allee, hoe gaat dat nu? 10.000 luchtballonnen kleuren, de hemel blauw. 10.000 luchtballonnen zijn op weg naar jou. Ja, voilà. Zeg, jij kunt dus wel zingen, hè? Zie je dat? Zij kan dus wel zingen, hè? Voilà, het zou dat zijn. Iedereen kan zingen, hè? En zeker uw kind. 17 november, kunstendag voor kinderen. Die ben ik gezet.